Laten we hem vangen. Hebben we toch nog een konijntje, jongens? Want we hebben tenslotte geen Scorbunny gekozen als starter Pokémon. Komt-ie? Komt-ie? Hij komt. Let's go. Pokéball erop. Hoppa. Kom maar. Kom maar. Niet te moeilijk doen, Slowpoke. Heb ik geen zin in. Kom maar gewoon in het Pokéballetje. Gezellig, joh. Yes. Yo, Nintendo fans! Welkom bij de spannendste Pokémon Challenge die er bestaat. De Nuzlocke Challenge en we zijn op route 3. En dat betekent dat we weer een nieuwe Pokémon mogen vangen. En dat mag alleen de eerste zijn die er spant. En welke spant er dan als eerste? Laat het maar zien. Het is een Stunky! We mogen een Stunky gaan vangen, jongens. En ik ben op zich wel... Ja, ik hou er wel van. Poison-type Pokémon. Ding is wel dat ik even misschien rekening mee moet houden dat mijn Grookey niet de beste matchup is tegen deze Stunky. Dit bedoel ik dus. Oké. Ik had hier even over na moeten denken voordat ik die Stunky aan ging vallen. Want als ik hem nu niet vang, dan heb ik misschien een probleem. Ah! Het ding is namelijk in de Nuzlocke Challenge dat als er een Pokémon down gaat, dat hij dan ook echt dood is. En dan mag je hem dus niet meer gebruiken in de game. En dat had zomaar kunnen gebeuren bij mijn Grookey. Maar gelukkig bleef Stunky in mijn Pokéball. Het is een Poison en een Dark-type Pokémon zelfs. De vraag is dan of wij Nickit nog wel nodig gaan hebben. Oh, we hadden hier natuurlijk ook een Galarian Zigzagoon kunnen vangen. En naar mijn weten heeft één van deze trainers hier een Fire-type Pokémon. Maar ik weet niet meer welke dat was. Of dat nou deze was of een andere. Ik denk eigenlijk dat het een andere was. Nee, het was toch deze. Deze heeft een Vulpix, dus het is maar goed dat ik eventjes niet mijn Grookey heb gebruikt. Deze Vulpix is ook level 12, jongens. Zou die Vulpix sneller zijn dan mijn Wooloo? Ja, die Vulpix is inderdaad sneller dan mijn Wooloo. En hij gebruikt Ember. Dit had een groot probleem geweest voor mijn Grookey. Maar nu doet mijn Wooloo double damage. Ja, alleen heb ik nog niet de helft down nu. Hij doet nu een quick attack. Ik doe weer payback. Ja, dan is dit ook niet zo heel sterk. Oh, dit valt wel mee. Oké, nice. Misschien kan ik dit fixen met mijn Wooloo. Oh, hij doet nu Tail Whip. Oh, oké. Ja, nu ga ik hem waarschijnlijk dus niet raken met payback. Oh, ik raak hem wel gewoon met payback. Ik dacht dat ik hem alleen kon raken op het moment dat hij mij aanviel. Maar dat is dus een fout van mij. Gelukkig maar. Wooloo en Nickit gaan allebei door naar level 12. En ik ben wel blij met mijn Wooloo. Die stats die zijn best wel goed. De defense is oké en het is lekker stabiel. Ik hoop dat mijn Wooloo gewoon snel gaat evolueren. En Nickit groeit naar level 12. En die wil Snarl leren. Snarl. En dat is best wel een goede move. Daar ben ik wel blij mee. Oké. Ik dacht dat Nickit geen goede moves leerde in het begin. Maar dit is best wel oké. Snarl. Gelukkig jongens. Die Vulpix die hebben we overleefd. Oh, we hadden hier ook een Vulpix kunnen vangen, jongens. Dat had ook wel nice geweest. Een vuurtype Pokémon in mijn team. Wie komen we hier dan tegen? Oh, een Pancham. Ah, en dit soort dingen, dat zijn problematische dingen. Pancham kan mijn Wooloo slopen. Dus het is tijd voor Grookey. Pancham is trouwens wel maar level 8. Dus best wel een laag level. Ik had verwacht dat hij wel wat hoger level zou zijn. Dus met twee klapjes kunnen we hem slopen. Gelukkig maar, als hij fighting type moves doet op Wooloo, ja, dan was het lastig geworden. Welke Pokémon heeft dit meisje dan? Daar gaan we nu achterkomen. Ah, ook een Pancham. Ja, ik dacht dat we misschien Slowpoke konden gebruiken, want zijn Confusion is super effective. Maar als hij ook een dark type move kent, dan wordt dat een probleem. Want Dark is weer super effective tegen Psychic. Het type van Slowpoke. En zo moet je continu nadenken tijdens een Nuzlocke Challenge. Hij doet nu Circle Throw. Dit is niet nice. Nu krijgen we toch te maken met Slowpoke. Hopelijk kan ik hem dus wel raken nu met Confusion. Ik kan hem inderdaad raken. En iets minder dan de helft damage. Oh, hij gaat lekker joh met zijn Circle Throw. Dit is irritant. Dat swoept dus weer mijn Slowpoke weg. En nu hebben we Benelby. Ja, en die kan ik zo niet gebruiken in deze battle. Want die wordt in één keer kapot gemaakt waarschijnlijk. Hou op met je Circle Throw. Gelukkig, hij mist. Oké, maar deze trainster die snapt wel een klein beetje hoe dit spelletje werkt. Ga je nog verder met Circle Throw? Ja, hij gaat nog verder met Circle Throw. Ik hoop dat dan mijn Grookey terugkomt. Het is Stunky. En ik ga dat risico niet nemen met Stunky. Het is niet super effective, de move circle throw. Maar Stunky is wel twee levels lager. Dus dat, ja, dat stelt me toch niet helemaal gerust. Dus ik swap gewoon weer even naar Slowpoke. Die sneller is dan Pancham. En we maken die Pancham kapot. Ah, oké. Kijk, dit levert wel lekker veel XP op bij iedereen. Benelby en Stunky gaan beide een leveltje omhoog. En Benelby weer Mudshot leren. En dat is nice. Dan hebben we nu ook een ground type move in het team. Dus dat is wel lekker. Handig als we
Electric-type Pokémon tegengekomen. Ik heb mijn Pokémon ondertussen geheeld. En ik zie een wilde Tyroke. En daar wil ik wel even mee battelen met mijn Slowpoke. Ah, als we het zo ver kunnen schoppen, hè, dat we Galarian Slowking krijgen. Dan hebben we toch wel even een beest van een Pokémon, denk ik hoor. Hoppakee, Confusion erbovenop. En nog een keer, en dan is Tyroke klaar. Alles voor de XP, jongens. En Grookie gaat naar level 16. Zijn special defense is nog steeds echt matig. Maar, jullie weten wat level 16 betekent, hè? Jullie weten wat dat betekent. Daar gaat Grookie, jongens. Onze eerste Pokémon die evolueert. Lekker, man. En hier hebben we hem. Twacky! Dit blijft toch ook wel een basie, hoor. En door naar de volgende trainer op deze route. Dit is Marvin. En Marvin heeft... En dan is het te hopen dat Bidoo geen Bug-type moves heeft. Nee, hij heeft Absorb. En aangezien mijn Slowpoke ook geen watertype meer is, is dat helemaal prima. Wij hebben Acid. Oh, en die doet ook niet zo heel veel damage. Hij gaat lekker door met absorberen. Nou, dan gaan wij even door met Confusion. Kijken of dat meer damage doet. Ja, oké, die had ik gewoon gelijk moeten gebruiken. En hoppakee, nog een keer Confusion. Bijna down. Is Bidoo dan zelf ook een Poison-type Pokémon? Dat denk ik. Ik denk dat het daarom super effectief is. En hoppakee, de derde Confusion maakt er een einde aan. Oeh, we zijn nog steeds geen Pokémon verloren, jongens. Gelukkig. Slowpoke gaat naar level 13 en Wooloo gaat ook naar level 13. Het is wel gek dat mijn Slowpoke een hoge attack en defense heeft. En de special attack en special defense lager zijn. Ik weet niet of dat ideaal is voor een Psychic-type Pokémon. Ik moet nu tegen een Gossifleur en daarvoor kies ik Stunky. Let's do this. Ik hoop dat dit een goede keuze is met Acid Spray. Ik hoop dat deze wel super effectief is. Deze is inderdaad super effectief. En Gossifleur doet Leafage. Nou, dat is helemaal prima. Ah, gelukkig. Dit gaat goed komen. De eerste battle, jongens, van Stunky. Let's do this, Stunky. Goed gedaan. Twee klappies en het is over. We zijn nog steeds op route 3. Maar volgens mij komen we bijna alweer bij een nieuwe route aan. Dit is nog geen nieuwe route. Maar wel een nieuwe tegenstander. Purloin. Dat is geen goed nieuws voor Slowpoke. Go get him, Twacky. In één keer. Nice. Twacky is sterk, jongens. Ik ben blij dat hij geëvolueerd is. En Nickit groeit naar level 13. En die evolueert op level 18. Dat zou ook wel lekker zijn als dat nog lukt voor de eerste gym. En ook Squaffet is geen enkel probleem voor deze Twacky. Stunky naar level 12. Hier even een TM oppakken. Beat up. En door naar het volgende stukje. Klopt dat je Giant Growlithe hebt? Heb ik dat goed onthouden? Oh, hij heeft een Delibird. Delibirds zijn zo onvoorspelbaar. Dat vind ik altijd heel eng om tegen Delibirds te vechten. Hetzelfde geldt voor Clefairies en zo. Want weet je, die kunnen de move Metronome. En Metronome, dan weet je nooit welke aanval je op je bakkers krijgt. Dus dat kan zomaar super effectief zijn. Trouwens, bedankt Delibird dat je even mijn Slowpoke hield. Heb ik dan niks om bang voor te zijn tegen Delibird? Hij doet weer een present, maar hij raakt me niet. En dan is het klaar. Doei Kerstman, Pokémon. Wat gaan jullie trouwens met Kerst doen? Laat het even weten in de reacties. Ik ben heel benieuwd. Hoppakee, Slowpoke en Bunnelby naar level 14 en 13. Het is wel lekker om die Slowpoke even te trainen. Volgens mij heb ik daar wel wat aan. Ja, dit is een ding. Dit is een Sizzlypeed. Sizzlypeed is een Bug-type Pokémon. En die is super effective tegen veel van mijn Pokémon. Dit is altijd rot, hè. Dan kom je voor zo'n verrassing te staan die je niet verwacht. En dat is bij deze Sizzlypeed. Ik heb nu even gekozen om Wooloo eruit te gooien. En dan gaan we maar weer payback doen, denk ik. Even kijken wat dat doet. Niet zo heel veel. Gelukkig doet Rap ook niet zo heel veel. We blijven doorgaan met payback. Ja, oké. Critical hitje. Zolang hij niks anders gaat doen dan rap, dan geloof ik dit wel. Maar ik denk toch dat het slim is om nu even een potion in te zetten. In sommige Nuzlocke challenges vinden mensen dat dit ook niet mag. Maar ik heb zoiets van, ja, als je dat niet doet, dan maak je het zelf al heel moeilijk. Dus potions, die vind ik, die mogen we wel gewoon gebruiken in battles. De enige regels die we dus onszelf opleggen is dat als een Pokémon doodgaat, dat die ook echt kapot is, dat hij dood is. En dat we maar één Pokémon per route mogen vangen. Oké, kom op Wooloo, nu moet het klaar zijn met Sizzlypeed. Nee, nog steeds niet. En Sizzlypeed doet Ember. Oké, volgens mij zijn wij altijd sneller. Wij zijn altijd sneller. Dan kunnen wij Sizzlypeed nakken. Als hij nu een quick attack had gedaan, dan had Wooloo de Shaak geweest. Wooloo is altijd degene waarbij het bijna klaar is. Een keer eerder had hij al maar 3 HP over. En nu? Ja, nu is het weer lastig. Dan moet ik nu tegen Doddler. En ik heb daar ook niet echt een hele goede counter voor Doddler. Ik ga het proberen met Acid Spray. Het ding is wel met Poison-type Pokémon. Poison moves, die zijn over het algemeen niet heel, heel, heel effectief. En Strugglebug is ook niet super effectief. Ik ga maar eens voor Fury Swipes. Ik ga eens kijken of dat een beetje werkt. We raken hem in ieder geval 3 keer. Dat is niet heel veel. Ja, deze battle is de moeilijkste battle tot nu toe, jongens. Hij gaat weer voor Strugglebug.
Hij kent dus Strugglebug en Lightscreen. Hadden we maar een vuurtype Pokémon, jongens. Hij heeft mijn special attack echt volledig genervd door al die moves die hij heet. Hij doet door Strugglebug. Dus ik ga maar gewoon de hele tijd voor Fury Swipes. En ik probeer een beetje te healen af en toe. Maar dit gaat niet de goede kant op. Ik heb hier heel veel potions nodig om dit te overleven, ben ik bang. Kijk hem gaan, jongen, met zijn Strugglebug de hele tijd. Die doet maar liefst 12 HP damage. Dus ja, dat is best wel aardig wat. Kom op nou! Kom op. Ah, we raken hem weer maar 2 keer. Kom op, Fury Swipes. Doe je ding. Raak hem nou gewoon even 1 keer, 5 keer gewoon. Kom op. 3. Nog 2 keer. Ah, weer maar 3 keer. Dan gaat hij weer met zijn Strugglebug. Als het goed is, moeten we dit nu wel redden, toch, jongens? Kom op. 1, 2. Ja. Freaking Doddler is down. Wat een moeilijke, moeizame battle was dit. We willen gewoon absoluut niet dat er iemand down gaat bij ons. En kijk eens. 4 Pokémon gaan gewoon nu keihard level up. Dankzij deze XP. Oké. We mogen eindelijk deze grot in. En in deze grot gaan we weer een nieuwe Pokémon vangen. En die nieuwe Pokémon, die vangen we in de volgende aflevering, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog voor deze Pokémon Nuzlocke Challenge. Abonneer als je elke dag Nintendo video's wil zien. Wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickettune. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!